Yo kijkers van de Shadow Snel, leuk dat jullie allemaal kijken deze nieuwe aflevering van de Crew Alexandra Carré Mode. Op dit moment staan wij eerste met 9 punten. De enige ploeg die 9 punten heeft na 3 wedstrijden. Dus dat betekent weer veel goeds voor dit seizoen. Er zal weer veel puntverlies gaan geleid worden door verschillende clubs. Ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen. En misschien kunnen we daardoor dit seizoen wel aan de haal gaan met de titel. Dat is in ieder geval de bedoeling, we willen kampioen worden. Daarnaast moeten we nu tegen Arsenal. Gelijk een pittige wedstrijd. En voordat ik verder ga met deze aflevering, doe een duimpje omhoog als je de serie leuk vindt. Proberen we het, proberen ongeveer de 200 duimpjes omhoog te halen. Dat zou ongeveer wel een target moeten zijn die we elke aflevering moeten kunnen halen. De laatste aflevering lukt dat niet. Toevallig deze aflevering 167 likes de laatste. Dat is best wel prima. Normaal gesproken kan het ook 120 likes zijn. Met toch wel minimaal 1,5k views. Ik bedoel, als je de video leuk vindt, laat gewoon een duimpje omhoog achter. Dat laat ons weten. Laat je ons weten als het ware dat je de serie leuk vindt en dat wij daar gewoon verder mee moeten gaan en zo vaak mogelijk. Ik heb een reactie gezien en dat is weer van een oude bekende en een jongen die ik, die ik ontzettend vaak zie en dat is leuk om te zien. Niet altijd negatief, niet altijd positief, maar Vitesse-R, please geen pre-contract spelers meer, like als je dit ook vindt. 13 likes op de reactie op dit moment. Dus dat zet me wel aan het denken. Ik had natuurlijk, ik wil niet te veel pre-contract spelers meer doen. Ik dacht maximaal eentje. Ik dacht dat hij daar ook mee eens was, want ik zag ook een reactie, afleveringen terug, dat hij dat ook vond. Maar blijkbaar is hij van mening veranderd en wil hij nou helemaal geen pre-contract spelers meer. 13 mensen waren het met hem eens. Misschien wel meer. Dus ik weet niet zeker of ik een polletje ga doen met de vraag van, gaan we nog pre-contract spelers doen? Maar laat het sowieso in de reacties weten van, gaan we nog pre-contract spelers doen, ja of nee? Want in principe hoeft het voor mij niet. Ik bedoel, het is een leuke toevoeging om je team extra te versterken. Net als natuurlijk Dombele was misschien iets te veel van het goede. Maar net Jason Denayer vond ik eigenlijk best wel een prima spelertje. Ik bedoel, hij is niet al te hoog. Het is niet het grootste talent, want hij is al 26, 79. Maar als jullie dat niet meer willen, laat het weten, dan doe ik het niet. Zo simpel is het. Dan gaan we zo meteen gauw verder. Nou ja, ik had Scott McTominay hier toegevoegd voor de pre-contract. Dus nou ja, weet je, sowieso... Waarschijnlijk gaan we het niet meer doen. Maar als we het toch gaan doen, ga ik sowieso niet hem nemen. Want we hebben hem niet echt nodig. En die schrappen van het lijstje. We hebben dus een leeg transferlijstje. Een leeg verlanglijstje, kan ik beter zeggen. Dus daar mogen we spelers op komen. Als we kijken wat we nodig hebben. Voor nu staat het zo prima. Sancho, Davies op de flanken. Ja, ik kan het blijven herhalen. Niambe en Bailey links en rechts. Bailey is het minpuntje van het team, maar die heeft ontzettend veel potentie. En dan gaan we spelen tegen Arsenal. En, voordat ik het vergeet, ik wist dat ik iets ging vergeten. We gaan dus even naar de Champions League. Want onze poelen, ik weet niet, heb ik de poelen laten zien in de vorige aflevering? Durf het niet te zeggen, maar als ik dat niet heb gedaan, dan ga ik daar even nu naartoe. Dat is groep F. Barcelona, Crew Alexandra, Benfica en Salzburg. Over het algemeen is het een pittige pool. Ik denk dat wij moeten strijden met Benfica en Salzburg voor plek 2. Ik denk dat Barcelona eerste wordt, lijkt mij wel in ieder geval. Maar dit wordt alles behalve makkelijk. Voor de rest zijn er nog Belgen of Nederlandse clubs. Anderlecht in groep A, ook een hele lastige pool voor Anderlecht. Ajax, Roma en Bayern. Ja, dat wordt ook pittig. Basel natuurlijk ook niet onderschatten. AZ bij Inter en Real Madrid. Vrij kansloos, denk ik. En voor de rest... K-agent bij Porto, Lyon en United. Dat is helemaal kansloos, denk ik. Je weet het nooit. Maar we gaan beginnen met de wedstrijd tegen Arsenal. Ik ga even de kalender erbij pakken. We hebben dus zometeen de eerste wedstrijd tegen Salzburg. En die moeten we winnen. Dat zijn echt... Kijk, Red Bull Salzburg en Benfica, die moeten wij... Moeten wij winnen. Want tegen Barcelona gaat het waarschijnlijk niet lukken. Dus deze twee zijn heel belangrijk. Denk simulatiewedstrijd tegen Watford. En dan de Carabao Cup tegen Everton. En dan in de volgende maand wel tegen Barcelona. Maar laten we die op de zaken vooruit lopen. Eerst Arsenal. Alright jongens. There we go. Arsenal Crew Alexandra. Live uit Emirates Stadium. Mooi stadion. Schitterend stadion. En kunnen wij vandaag onze vierde winst op rij pakken. We staan op dit moment 9 punten, 3 wedstrijden, 3 gewonnen. Kunnen we daar 4 wedstrijden, 12 punten en 4 gewonnen van maken. Arsenal staat 14e. Ja, we zijn net begonnen. 1 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren.
3 wedstrijden gaande. Waar hebben we het over? Kan nog alle kanten op. Let's see. Oké jongens, eerste 19 minuten, alles zit tegen. Ik zie het nou letterlijk tegen de scheidsrechter aan. En we zijn op onze eigen helft nog niet eens afgekomen. En nu is weer een ingooi van Arsenal. 20 minuten bezig en nog niet van onze eigen helft afgekomen. Arsenal heeft alleen maar balbezit. En als we dan een keer uit kunnen komen, staat de scheidsrechter in de weg. Dus dat is geen goed begin. Maar ik hou hoop als we deze bal kunnen winnen. Oké, dit is goed. Chaplin bereikt Sousa Pino. Kunnen we even over de helft komen? Dat zou mooi zijn. Yes, doel bereikt. Chaplin, hij heeft ruimte. Oeh, wat er gebeurt hier? Krijgen wij hem nou met geluk mee? Hier is Pino. Hou die bal eens binnen alsjeblieft, dankjewel. Ik even terug op Niambe. Balrol naar Dobele, door naar Shaw. Shaw met ruimte, dan een finesse shotje. Ja, dat is te makkelijk. Ospina met de redding, eerste kans voor ons. Kansje eigenlijk, het is niet echt een grote kans. In de 4 of 2, wat was het, 33e minuut of zo. Maar Arsenal heeft ook nog niet echt kansen gehad. Meer balbezit, maar geen kansen. Vidal op Welbeck, een lekkere strakke paas. Welbeck probeert het dan heel mooi en dat is een countermogelijkheid voor ons nu. Ah, die bal komt er net niet door zeg. Het is nog niet de wedstrijd waarop ik op gehoopt had. Ik had verwacht dat wij toch misschien niet meer balbezit hadden, maar wel meer ruimte hadden om te counteren. En vlak voor rust, hoekschopje voor Arsenal, Carrasco achter de bal. Die moeten wij wegkoppen en twee man gaan er naartoe. Twee man blijven er naartoe gaan. Wat een communicatie achterin. Shaw eventjes met een fake Rabona aan die bal eventjes bezit houden. Rust. Ja, wat is dit voor wedstrijd? Een hele saaie wedstrijd. Dit is echt typisch een 0-0 wedstrijd. Oh, is Welbeck shit in actie. En dit is een hele goede redding van Robbins. Of van Richardson. Ah, het gaat niet goed, jongens. Davies met een simpel... Ja, dit is goed gevoetbald. Castillejo mist hem volledig. Maar Castillejo loopt makkelijk weg van Niambe. 60e minuut. Dat had de 1-0 moeten zijn voor Arsenal. Gaat niet best. We gaan even anders doen. Chaplin speelt niet verrassend. Ja, niemand speelt echt goed. Dus Martinez komt erin. Pino naar achter. Ledgert voor Sancho. En misschien Vitinho later nog voor Davies. En dan Ledgert misschien omwisselen. Want Ledgert kan dat wel volgens mij. Nou, hij kan rechts en rechts buiten. Nou ja, laat het zo even staan. Twee wissels. Hopelijk wat pit in het team. En kunnen we nog een kans creëren? Want we hebben niet veel kansen. Even balbezit houden en dan zie je Ledgert helemaal vrij. Actie naar binnen. Ledgert, schitterend. Oh, redding van Ospina. Was een schitterende actie van Ledgert. Ik dacht, probeer het eens zelf met de regen van Robben. Oké, een Shaw met de hoekschop. Die is daar best wel prima in principe. Is maar spel. 68e minuut. Ik weet niet of er nog een doelpunt in zit in deze wedstrijd. Ja, dit is goed gevoetbald. Weer een goede redding van onze keeper. Maar Arsenal is deze wedstrijd beter. Even rustig een fake Rabona naar open aan de andere kant. Die bal is best prima. Goed zo. Dit is een goede combinatie. Nu gelijk in één keer door naar Pino. Actie naar binnen. Martinez loopt door. Martinez loopt wel door. Maar dat was niet echt een mogelijkheid. Terug naar Pino. Even naar de andere kant. Nee. Het gaat niet snel genoeg. En hier is afhouden, afhouden, afhouden. Heel goed gedaan, Bailey. Asensio is zijn rug. Op een of andere manier krijgt Asensio hem toch mee. Maar in ieder geval wel het gif uit aanval gehaald. Hier is Bailey onderschept. Goed gedaan. Goed gedaan. Alleen bleef hem ook zo weer in. Weg deze bal. Prima. Martinez even heel te wiel. Pino loopt door. Kijk eens al die ruimte. Pino loopt door dan. Even moet even naar de andere kant. Misplaatste ballen. Maar dit is wel weer een goede combinatie. Davies, actie naar binnen. Probeer maar eens gewoon een keer voorzetje. Kijk eens waar de tweede paal. Kom op. Wauw. Let's go. Het is Ledgert, hè. Het is Ledgert met het doelpunt. Dit is een mooie aanval, moet ik eerlijk toegeven. Combinatietje. Een driehoekje maken daar aan de linkerkant. Dan diep sturen. Davies met een goede actie. En een hele goede voorzet. Ledgert hoeft alleen maar aan te raken. Hij hoeft alleen maar binnen te tikken. Gaan we nog wisselen. Lusamba voor Davies, ik vind het prima. En dan hopelijk kunnen we de tijd even doden.
Ik weet niet hoe lang het nog is eigenlijk. Nog een paar minuten, kom op. Die bal gaat uit, neem ik aan. Scheidsrechter, fluit maar af. Yes, dat doet hij volgens mij. Prima jongens. Ik bedoel, het was een wedstrijd die toch wel leek uit te lopen op een gelijkspel. Maar uiteindelijk maken wij dan toch die 1-0 dankzij een prima doelpunt. Laten we eens even naar de stats gaan kijken van de wedstrijd. Want we hebben toch nog 5 schoten. Ik weet niet waar die vandaan komen. We hebben natuurlijk een paar kansjes gehad. Maar in ieder geval, in principe ging het wel gelijk op. Het was meer een gelijkspelwedstrijd, maar we winnen uiteindelijk, dus ik kan niet klagen. En dan zie ik ook wel eens reacties van, je hebt de spelers te veel salarissen gegeven. Maar dan denk ik van, weet je, zo'n Jaas Klein, hè. Hij heeft 2600 salaris, weeksalaris, voor een 63-rated keeper. Ik bedoel, dat salaris is toch helemaal niks? Dat kan toch iedereen betalen? Dat is... Dus dat vind ik ook een beetje onzin. Dus het is gewoon een glitch. Ik zeg het vaak, de laatste keer dat ik het erover heb, maar ik zie het al eens in de reacties staan van, je hebt de spelers te veel salaris gegeven. Soms doe ik dat ook, maar ik denk niet dat het per se daarmee te maken heeft. Want zo'n speler als Jaas Klein heeft een salaris van 2000, zoals je net zag. En die wordt ook niet verkocht. Maar nu de wedstrijd tegen Salzburg. Eerste Champions League wedstrijd, jongens. Eerste wedstrijd in de Champions League moeten we natuurlijk winnen. En dat zou echt enorm belangrijk zijn. Dus daar gaan we voor. Oké, daar gaan we dan. De nieuwe Champions League cinematics cutscenes. Oh nee, het is nog geen FIFA 19. Daar ben ik best wel benieuwd naar volgend jaar, wil ik zeggen. Maar het eind dit jaar, FIFA 19. Hoe dat gaat uitpakken qua... Wat zie ik mij gaan doen met de Champions League en met de Europa League? Ben ik echt heel erg benieuwd naar. Maar nu, voor nu, concentreren we even op deze career mode. Die is nog lang niet geslaagd, want het doel is om de Champions League te winnen. En dit is het eerste seizoen in de Champions League, dus we zijn er nog lang niet. Eerst Red Bull Salzburg. De eerste wedstrijd is altijd speciaal natuurlijk. Zo, nu steekbal naar Vitinho, dat is goed. Even afkappen. Iets te late reactie, dat is wel een hoekschop. 12e minuut. Proberen we een beetje bij de eerste paal te brengen. Hallo, switch naar Okai. Nou ja, dat doet hij dan weer niet. En Sam Lammers staat erin bij Salzburg. Die speelt volgens mij echt elke jaar bij een andere club, hè. Vorig jaar volgens mij bij Wolves. Wolverhampton, nu bij Salzburg. Interessante overgang. Hier is Lammers. Met een goede bal op Dabo en een schot. En dat is een goede doelpunt. Jabo. Wauw. Goed doelpunt. Ja, niks op aan te merken. Het is alleen wel raar dat een club als Salzburg dit wel voor elkaar krijgt. Om zo'n aanval te produceren en zo'n doelpunt. En Arsenal niet. Maar ja, weet je, dat is FIFA. Ja, niks aan te doen. Goede goal. Ik weet niet hoe het kan, maar ik word helemaal weggespeeld in de opening. 25 minuten... Kan niet voetballen, kan niks. Maar weer een grote kans hier. Lammers die naast kopt. Ze zetten ook echt ontzettend hoge druk. Ik wil hem eigenlijk gewoon kort pasen. Maar ze zetten er gelijk druk op. Dat is Salzburg, hè. Speelt thuis. Is een ploeg die echt ontzettend aanvallend speelt. En dit is wel weer een goede combinatie. Hier is Justin, die er deze wedstrijd in staat. Vitinho. Wat gaat het allemaal traag, Vitinho? Maatje, kom op. Goede combinatie. Hier is Sharp. Probeer maar eens van afstand. Goede redding van Stankovic. Dit is de minuut. Gaan we hem proberen een beetje bij de eerste paal te brengen. Hier is Shark. Kom op dan. Ontzettend grote kans. Die moest er eigenlijk in. Het is goed. Martinez. Randje 16. Hier is Justin. Door naar Sancho. Dat was eigenlijk na rust de eerste grote kans. Hier is Davies nog. Is het geen buitenspel? Blijkbaar niet. Dickinson terug naar Davies. Het is goed gedaan. Nu terugleggen. Daar staat niemand voor goal. Sowieso reken me niet langs. Maar niemand maakte de goede loopactie. Ik hoop dat ik deze wedstrijd niet ga verliezen. Dat zou echt enorm jammer zijn. Hier, Sharp, probeer maar eens van afstand. Dat kan je natuurlijk. Weer een hoekschop. Ik heb de druk opgevoerd. Want we moeten nu. Hier, Sancho. Ze lopen elkaar weer in de weg. Dat automatisch. Dat moet ik ergens uit kunnen zetten, denk ik. Dus daar moet ik eigenlijk misschien even naar kijken. Want heel vaak. Wordt er in één keer voor mij weggekopt door de computer. Sharp, nu goede bal op Davies. Die is goed. Ik zie geen aanspeelmogelijkheden, dus dan moeten we maar schieten. Boom, 1-1. Ik ga gewoon gelijk de bal pakken. We zijn nou beter in deze tweede helft. We moeten doordrukken, want we moeten deze wedstrijd gewoon winnen. Ik bedoel, Salzburg is niet de beste tegenstander in onze pool. Ik denk dat Benfica en Barcelona sowieso beter zijn.
We moeten ze niet onderschatten, dat niet. Maar we zijn echt beter in deze tweede helft. We krijgen meer kansen. Dus we moeten nu even doordrukken. Andere kant. Martinez is een goede bal op Letchert. Kom op, neem aan. Letchert heeft de bal. Kom op, Letchert. Hoeveel minuten later? Wauw, we staan 2-1 voor. Vanaf de aftrap gaat Salzburg in de aanval. Ze verliezen de bal. Maar ik counter dit uit. Letchert met een goede aanname. Zet de tegenstander van zich af en schiet hem prima binnen. Dit is wat Robben in zijn vroege jaren ook kon. Alleen met zijn linker. Want daar kon niks met rechts. Niks met rechts. Weet je, hij was echt links. Maar dit is in ieder geval echt een prima doelpunt. Yes, we staan gewoon 2-1 voor. We hebben het helemaal omgebogen in binnen 4 minuten. Dit is prima. Nou, vasthouden. We gaan gewoon even defensief spelen. En dan op de counter. Maar Letzer doet nou ook zijn verdedigende taken. Pabon pakt hij de bal vanaf en nu gaat hij weg hier. Combinatie aangaan met Vitinho misschien. Kan ik hem diep sturen? Is die bal goed? Die bal is zeker goed. Hier is Letzer. Voorzetje bij de tweede paal. Dat is dan zonde. Dat is mijn eigen fout. Ik had hem nooit zo moeten geven natuurlijk. De keeper pakt hem altijd. Maar dat was wel weer een goede counter. Is en dan Bele vangt de bal op. Geen balverlies. Rustig aan Wright. Alle tijd. Even een hakje tussendoor. Okai op Justin. Door naar Ndombele. Kijk eens naar die ruimte bij Letchert weer. Ze laat hem helemaal vrij. Waarom? Geen idee. Nu wel een voorzetje bij de tweede paal. Want daar is Davies. En weer iemand anders die er tussen zit. Hier is Shaw. Goede actie. Wordt vastgehouden. Dat zag ik wel. Ik zag dat ik vastgehouden werd. Duel winnen. Goed. Duel winnen. Goed. 2-1 gewonnen. Uit bij Salzburg. Een prima eerste 3 punten in deze pool. En ik ben benieuwd naar Barcelona, naar Benfica. Hoeveel is het daar geworden? Krijgen we dat nog te zien bij de laatste scores? Of bij de overige scores? Over het algemeen, tweede helft waren we echt beter. Eerste helft hadden we niks in te brengen. Kijk ik er naar overheen? Nee, Barcelona 3-1 gewonnen van Benfica. Oké, nou ja, dat was wel te verwachten. Oké, en we staan nu 4 punten los aan top. Met 4 wedstrijden gespeeld. We staan nu al 4 punten los. Nou, dit is allemaal... Sancho, Leicester City. Oh ja, dat is ook raar. Leicester City en Dortmund boden tegelijkertijd op Sancho. Tegelijkertijd. Dus die van Dortmund wijsde ik af. Omdat het te laag was. En van die Leicester kon ik niks meer doen. Daar kon ik niks mee doen. Dus die is nou ingetrokken, maar ik kon er helemaal niks mee doen. Nu tegen Watford. Ja, we staan 4 punten los. Dat zei ik al. Hoe kan dat, man? We zijn 4 wedstrijden bezig en we staan nu al 4 punten los. Dit is hele vaag. Hele vage shit. Wat voor thuis. Moeten we winnen. Geen twijfel over mogelijk. Even een rustig simulatiewedstrijdje om de aflevering maar af te sluiten. We komen binnen 1 minuut al met 1-0 voorsprong. Jasper Sillis staat op goal bij. Wat voor Klosterman. Den Donker, de Belg. Richarlison, voormalig Ajax target. Driussi, Argentijnse spits volgens mij. Als ik me niet vergis. Letzert komt erin voor Sancho, Martinez voor Chaplin. Nog altijd 1-0. Vitinho voor Pino. Alsjeblieft, dit is heel riskant. Ah, dit meen je niet. Ja, dit bedoel ik. 1-1. Dat is niet het resultaat waar ik op gehoopt had. Ik bedoel, thuis tegen Watford moeten we eigenlijk echt kunnen winnen. Oké, de volgende aflevering gaan we spelen tegen Everton in de Carabao Cup. Gaan we denk ik ook spelen tegen Tottenham. En misschien ga ik dan nog een 3e wedstrijdje doen tegen Benfica. Voor de Champions League, die moeten we natuurlijk ook weer proberen te winnen. Dan staan we er goed voor. 6 punten uit 2 wedstrijden zou fantastisch zijn. En dan de volgende aflevering, of die aflevering daarna misschien. Of ja, misschien, nou, dat kan misschien nog in dezelfde aflevering. Simuleren tegen Nottingham Forest. Ik ga wat proberen wat iets mindere wedstrijden. Bijvoorbeeld tegen Nottingham Forest, tegen Watford. Zijn toch niet de beste ploegen in de Premier League. Om die even te simuleren thuis. Misschien uit, maar gewoon even er sneller doorheen gaan. Want we gaan ons voornamelijk focussen op de Champions League. En proberen eerst te worden in de Premier League natuurlijk. Dan hebben we ook Barcelona die eraan komt. Zeer interessant. En dan gaan we zo richting de transferperiode. Maar dat duurt nog wel even. Dus, ik zeg 200 duimpjes omhoog. Zou fantastisch zijn. En dan, even kijken. Ik wil trouwens nog heel even naar de stand kijken. Want ik ben zeer benieuwd naar... Ik moet even de andere kant op. Nou, dit duurt altijd heel lang, hè. Lekt altijd een beetje. Anderlecht verloren van Paris. Heerenveen verloren. We staan nu 2 punten los. Oké. 4 gewonnen, 1 gelijk. We doen het best prima. We starten. Het is een hele goede start in de Premier League. Tottenham, Liverpool en Norwich staan daar in degradatiezone. Maar ja, we zijn pas 5 wedstrijden bezig. We kunnen nog niks zeggen. Jongens, ik zeg doe een duimpje omhoog. 200 likes zou fantastisch zijn. Abonneer als je nieuw bent. En dan tot de volgende aflevering.
You used.